Suzanne Grotenhuis. Sophie Jo Wouters. Ik speel mee in De Kwetsbare, een voorstelling geschreven door Rachid El-Khaoui, die wij samen hebben geregisseerd. Een tekst gebaseerd op het filosofisch manifest Oprecht Kwetsbaar, dat Rachid een aantal jaar geleden heeft geschreven. Ik speel mee in 1984, de voorstelling van Freek Viele bij De Nieuwe Tijd, naar het beroemde boek 1984 van George Orwell. Ik zit opgesloten, jij zit opgesloten, zeven anderen zitten... Zes. De voorstelling gaat over het personage O. Die wordt wakker in een kamer, een afgesloten ruimte eigenlijk. En daarin zijn nog zeven ramen, zeven andere kamers met daarin een persoon. En zij moet eigenlijk beslissen wie van die zeven mag overleven. Ik speel Winston Smith, het hoofdpersonage dat niet meer mee wil draaien in het regime waar hij in zit. Van constant bekeken worden met Big Brother die alles bepaalt. En door de liefde eigenlijk de kracht vindt om daaruit te gaan breken. Heb je wel eens gedacht aan vluchten? Vluchten waarheen? Gewoon ergens weg van hier, een nieuwe naam. De voorstelling is een dystopie omdat het moeilijk is om hoop te vinden in dat verhaal. Dus dat personage wordt beheerst door dat regime. Er is geen vrijheid. Je mag niet kiezen. Je mag niet kiezen op wie je verliefd wordt. Al die thema's maken het heel donker. En dan het aspect van dat je constant bekeken wordt en eigenlijk geen privacy hebt, zelfs geen eigen denkruimte of zo, maakt het wel heel dystopisch. Ja, een dystopie is heel hard hoe dat je zeker niet wilt dat de wereld zou zijn. Eigenlijk de zwartgallige, zwarte, donkere kant van de wereld. En ik denk dat wij daar allemaal, of niet allemaal, maar ik denk dat veel mensen daar wel hang naar hebben van hoe zou zo'n wereld zijn. Omdat je een soort afkeer hebt, maar trekt u ook misschien aan. Ja, bij ons is het ook 14 plus en ik denk als je met de gemiddelde puber nu spreekt, die al die klimaatprotesten heeft meegedaan of niet, maar al een aantal jaar in een soort realiteit zit waar er heel veel is, waar je je zorgen om kunt maken of vragen bij kunt stellen of het niet mee eens kunt zijn, vind ik het super belangrijk om een voorstelling te maken over hoop en de toekomst. En die juist heel donker te schetsen om daar ook iets tegenover te stellen. Het zijn ook dat soort verhalen waardoor je erover kunt praten. In De Kwetsbare gaat het heel erg over vooroordelen, wordt ook effectief zo benoemd. Over het beeld dat je van iemand hebt als je daar naar kijkt, dat je onmiddellijk al een idee hebt wat voor iemand dat is en hoe dat in de wereld staat. En met De Kwetsbare willen we daar juist heel hard iets tegenover zetten. Naar wat is er achter dat vooroordeel? Of wat maakt dat je wel je tot iemand kunt verhouden of misschien op elkaar lijkt, terwijl je dat eigenlijk niet had verwacht? Damn. Die gast die ziet eruit alsof hij de vleugels van vliegen eraf trekt in zijn vrije tijd. Oh. De muziek is super dreigend. Er is weinig muziek, maar als er muziek is, is het meer een soort geluid of super dreigend. Er zit ook een soort hardcore Aziatisch nummer in. Dus de muziek heeft ook die ondertoon. En daarbij komt ook nog eens dat het griet heel laag hangt. Dus je krijgt echt een beklemmend gevoel. Want de camera's, elk personage wordt ook live gefilmd. En al die camera's hangen op ongeveer 2,5 meter hoogte. Dus het is ook echt heel, heel compact en beklemmend. Elke dag begint hier hetzelfde. Alle mensen in de stad verzamelen zich voor de schermen en kijken naar de 2 minuten haat. Wij roepen en schreeuwen naar beelden van vijanden en verraders. En 2 minuten lang is er niets anders dan woede. Oh, dat boek 1984 is natuurlijk al zoveel over gezegd geweest de afgelopen, wat is het, 75 jaar. Maar het is een heel donker boek waar je gewoon eigenlijk niet echt, ik bedoel, als je het uit hebt, heb je daar niet iets van geleerd en word je daar ook niet echt blij van of zo. Behalve misschien dat je moet opletten voor zoiets als een regime wat je overneemt. Terwijl ik denk dat bij onze voorstelling er iets hoopvol aan wordt toegevoegd, dat je toch kunt nadenken zelf, wat kan ik doen en waar vind ik die moed om dat te doen. En ook vertrouwen op dat er altijd mensen zijn die dat zullen doen, opstaan en ergens tegenin gaan. Dat vind ik wel mooi, want dat is bijvoorbeeld bij De Kwetsbare, wij hebben niet zoiets dat je dan denkt, ah, dit kan ik doen. Wij eindigen iets meer, ja, het personage raakt er ook niet echt uit of zo. Dus. Ja, ja, ja. Wat ook klopt natuurlijk, hè? De laatste zin is denk ik, de toekomst wordt elke dag opnieuw bepaald door iemand die besluit iets te doen. Toch?
Dat is dan een vraagteken aan het publiek. En als daar dan 400 pubers zitten die op dat moment stil zijn, dan is dat wel een cool moment.